De 65-jarige amateurvoetballer Ed Brouwer uit Nijkerk is gistermiddag op het voetbalveld overleden. Dit weekend overleed een 55-jarige man uit Elst tijdens de bloesemtocht in Geldermalsen. De voetbalwereld werd onlangs opgeschrikt door het overlijden van Utrecht-speler Di Tommaso. In de warming-up zakte de speler van Bunnik 73 in elkaar. Hij overleed aan een hartstilstand. Een 44-jarige Nijmeegse stierf tijdens de marathon van Enschede. Er zijn tal van voorbeelden waarbij sporters tijdens of direct na het sporten komen te overlijden. Hardlopers, voetballers, wielrenners, tijdens trainingen of wedstrijden. En alle keren is de impact enorm. En laait de discussie op of sporten wel zo gezond is. Er wordt altijd de vraag gesteld van waarom. En in de meeste gevallen krijg je in eerste instantie te horen, hij of zij had totaal geen klachten. Maar als je gaat graven, dan waren er dus wel degelijk wat klachten die al... waarvan je je kan afvragen van, hey, had hij zich niet toch moeten laten keuren? En was het misschien te voorkomen geweest? Dat is altijd de vraag. Dat geef ik nooit 100% antwoord op. Roland Draaier is een fanatiek amateurwielrenner. Hij traint veel en rijdt regelmatig wedstrijden. Totdat hij ineens tijdens een training bij Groesbeek niet goed wordt. Ja, en daar ging het gewoon helemaal mis. Hartslag die ik niet onder controle kreeg. Continu vermoeidheid in armen en benen. Daar heb ik toen wel gemerkt dat er echt wel iets mis was. Daarna meteen contact opgenomen, hier met Papendal om even een testje te doen. En dat heeft wel verregaande consequenties gehad. In de mum van tijd zat ik in het Radboud in Nijmegen. En daar bleek dat er een hartspierziekte uiteindelijk uitkomt. Zo'n 200 mensen overlijden jaarlijks tijdens het sporten of direct erna. Dat lijkt niet veel als je weet dat er miljoenen mensen in Nederland iets aan sport doen. Maar is volgens sportcardioloog Panhuizen te vergelijken met het aantal doden dat er valt met alcohol in het verkeer. Ja, en dat is iets waar we ook wel eens mee bezig zijn geweest. Dat vanuit het ministerie wel wordt gepromoot, we mogen niet met alcohol in het verkeer en we zijn de Bob. Maar het aantal doden in de sport, die zullen we toch ook moeten aanpakken. En dat kan door meer amateursporters een preventief hartonderzoek te laten doen. We weten dat intensieve inspanning een verhoogd risico geeft op hartklachten. En dat we ook weten dat er toch veel risicopatiënten rondlopen die dat niet weten. En vanuit onderzoek weten we dat we met een cardiologische screening wel wat van die risicofactoren eruit kunnen halen en iemand gericht kunnen adviseren. Op het Sportmedisch Centrum op Papendal bij Arnhem worden die hartscreenings gedaan. Het begint met het invullen van een uitgebreide vragenlijst, die daarna direct wordt besproken met de sportarts, die ook luistert naar hart en longen. Okay. Er wordt een hartfilmpje gemaakt in rust en daarna wordt gekeken wat het hart doet als het grote inspanning levert. Niet opgeven, kom op, je bent er bijna. Het kan zeker zo zijn dat er klachten al zijn, eerste signalen, die mensen niet oppikken als zodanig. Denken van, nou ja, dat hoort er wel bij en ik ben nog niet goed in conditie. Achteraf gezien had ik wel wat signalen gehad. Maar goed, dat is altijd achteraf gezien. Wat ik nu wel weet is dat ik die signalen niet goed heb geïnterpreteerd. Niet heb kunnen interpreteren. Ik deed ze dan af als wel te druk geweest, te stress, slecht geslapen, te veel koffie gedronken. Dat soort dingen, om het voor jezelf een beetje goed te praten. De consequentie was dat je uiteindelijk gewoon in het ziekenhuis terechtkomt. Op het Sportmedisch Centrum Papendal is de afgelopen 4 jaar 14% van de mensen die een screening deed doorverwezen naar het ziekenhuis. Bij de helft van hen bleek ook daadwerkelijk iets mis te zijn met het hart. Bij mensen onder de 35 jaar is vaak een erfelijk of aangeboren hartziekte de oorzaak. Bij ouderen zijn hart- en vaatziekten vaak het probleem. Uiteindelijk denk ik dat het voor iedereen, met of zonder klachten, iets is om te overwegen, om zo'n screening aan te gaan. Want in de aanvullende verzekering wordt het veelal ook vergoed. En hartklachten hoeven zeker niet het einde te zijn van sportbeoefening. Roland Draaier is na het plaatsen van een defibrillator langzaamaan toch weer gaan fietsen. Wat als jij niet die test had gedaan? Heel simpel. Een hele grote kans dat ik nu hier niet meer gestaan had.